Goedendag en welkom bij Cultura Nova TV. Woensdag en dat betekent kindermiddag op Cultura Nova. Veel kermis en kindervoorstellingen. Daarover straks meer. We gaan eerst naar het grote circus, het Cirque Paddy. Please open the door, man! Ontslagen! Let us in! Let us in! Yes! Let us in! De artiesten van Cirque Paddy zijn 6 maanden per jaar van huis. De artiesten van Cirque Paddy zijn 6 maanden per jaar van huis. Een mini-maatschappij die deze week zijn kampement heeft opgeslagen op het Bekkerveld in Heerlen. Kijk, kinderen maken zich al helemaal klaar. Hier is Carola. Hier hebben we Malika. Ga ik te hard? Wij wonen hier met ik en mijn vriend Maël en ook onze kinderen. Om te slapen hebben de kinderen wel een andere caravan. Maar dit is in ieder geval de ruimte voor ons alle vier. Nou ja, als je in zo'n caravan rondreist, je bent ook gewoon heel veel buiten. Billy! Hallo! Dit is ons enige dier in het circus. Echt een familiegevoel. De kinderen groeien hierin op. En we delen heel veel intimiteit met elkaar. We staan altijd heel dicht bij elkaar. We werken samen, we leven samen. We feesten samen, we huilen samen. Hier gaan onze kinderen naar school. We hebben 5 kinderen in totaal. En de kleinste zit op de kleuterschool. En de grootste is nu derde jaar middelbaar. Die zitten in 1 klas allemaal? Die zitten allemaal in 1 klas bij elkaar, maar het zijn er maar 5. Maar het is voor de juffrouw wel een hele uitdaging om voor ieder niveau het hele programma van eigenlijk wat ze thuis hebben, om dat bij te kunnen houden. Hier is onze kok, meneer Pierre-Luc. Bonjour. Die elke dag heerlijk eten voor ons klaarmaakt, 's middags en 's avonds. Het is heel hard werken, maar het is ook heel gevarieerd. De ene keer treed je op, de andere keer ben je aan het trainen, de andere keer ben je de tent op en af aan het bouwen, de andere keer ben je workshops aan het geven, de andere keer ben je aan een voorstelling aan het maken, dan speel je muziek. Het is ook echt een levensstijl, het is niet alleen maar de voorstelling, het is gewoon echt wat wij hier samen creëren is wat we ook wel graag willen leven in dit leven, zo het samen zijn, een soort van familiegevoel hebben. Zo leven en repeteren de artiesten uit Toulouse van Cirque Paddy. En dit is hun voorstelling. De voorstelling van Cirque Paddy is nog tot en met zaterdag te zien. Dan de voorstelling Er is geen ritme, er is regen, waarin geluidskunstenaar Boris de Klerk de stilte tussen de woorden in onderzoekt. En het is ochtend.
Ik ben Boris de Klerk en ik ben performance- en geluidskunstenaar. Theater gaat natuurlijk veel over beeld en over tekst vaak. En ik heb de toneelacademie gedaan, maar ik ben ook van ver voor de academie eigenlijk veel met muziek en met geluid bezig geweest. En ik merkte dat ik op school eigenlijk al voorstellingen begon te maken waarin je meer op basis van hoe iets klinkt of wat voor geluiden je kunt maken in een theater keuzes maakt dan op basis van wat je ziet. Het is ochtend, het is ochtend en ik hoef te slapen. Hier begon ik eigenlijk met schrijven. Dus ik heb heel lang heel veel geschreven eigenlijk. En ben toen eigenlijk uitgekomen op een heel kort gedichtje van iets van 10 regels. Wat zich de hele performance lang eigenlijk steeds herhaalt. Deze performance kwam tot stand door vanuit dat gedichtje, dat steeds herhalende gedichtje, en te kijken of je dat door verschillende speakers door een ruimte kan verspreiden. En hoe je dat heel geleidelijk kan doen en hoe je daar een soort van meditatief ritme in kan krijgen. En of je dat tekstje dan kan laten oplossen in de galmen van de ruimte eigenlijk. Het is ook wel abstract, dus kan ik me voorstellen niet voor iedereen. Dat is niet aan mij om te bepalen, denk ik. Ik heb het voor mezelf gemaakt en omdat ik denk dat het mooi is en ik het ook mooi vind. Ik vind het wel mooi als mensen er een beetje van in trance raken of zo. Of een beetje een soort van zich er een beetje in verliezen of zo. Dat vind ik altijd wel. Dat betekent toch dat het iemand heeft geboeid en iemand er is meegenomen of iemand toch iets heeft kunnen loslaten of zo. Dat is altijd wel cool als dat gebeurt, ja. Er is geen ritme, er is regen. Zo heet de voorstelling van Boris de Klerk. En gelukkig regent het deze middag ook niet. Fijn voor alle kinderen hier. Dat was het voor vandaag. Tot morgen. Hoi je.